Welkom bij Economie in 5 minuten, waarbij ik jou in 5 minuten de belangrijkste onderwerpen per onderwerp nog even ga vertellen, zodat je net voor het leren van de toetsen toch nog even die herhaling hebt. We hebben vandaag in de aanbieding vraag en aanbod. En vraag en aanbod, daar valt heel veel over te vertellen, maar ik doe het zo kort mogelijk. Eigenlijk gaan we bij vraag en aanbod kijken naar de verhouding tussen de P van prijs en de Q van quantity, oftewel hoeveelheid. We willen dus weten of de prijs invloed heeft op de hoeveelheid. En dan zou je natuurlijk denken, is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Want als de prijs van iets hoog is, willen heel weinig mensen het natuurlijk hebben. En als de prijs van iets laag is, dan willen heel veel mensen het hebben. Nou, daarom gaan we als eerst kijken naar de vraagkant. De vraag komt altijd vanuit de consument, oftewel vanuit de koper. Nou, dat is altijd een dalende lijn. Waarom is dat een dalende lijn? Nou, even twee punten gepakt op de lijn. Bijvoorbeeld punt 1 hier en punt 2 daar. Wat zie je gebeuren? De prijs op deze as gaat van 3 euro naar 2 euro. Bij een prijs van 3 euro worden er 20 producten gevraagd, bijvoorbeeld aardappelen. Daalt de prijs naar 2 euro, dan stijgt de vraag naar 25 stuks. Dus als de prijs van iets omlaag gaat, willen meer mensen het hebben, dan stijgt dus de vraag. En daarom is dit een dalende lijn. Moeten wij dan alleen maar naar de vraagkant kijken? Nee, we moeten natuurlijk ook naar de aanbodkant kijken. De aanbodkant die komt vanuit de producent, oftewel vanuit de maker, vanuit het bedrijf. Nou, waarom is de aanbodlijn, de QA-lijn, een stijgende lijn? Omdat het natuurlijk zo is, als de prijs van een product omhoog gaat, willen meer bedrijven dat product aanbieden. Waarom? Ze kunnen meer geld verdienen. Dus, wat zien we dan gebeuren? Bijvoorbeeld, de prijs van dit product is 2 euro. Bij een prijs van 2 euro, tekenen we door naar de lijn, is het aanbod 10 stuks. Nou, stel nu even voor dat ze de prijzen verhogen van 2 naar 3 euro. Dan zien we dat het aanbod ook wordt verhoogd naar ongeveer 30 stuks. Dus dat wil zeggen dat als de prijs van een product stijgt, gaan er ook meer producten aangeboden worden. Nou, die twee samen komen op de markt samen. En de markt is eigenlijk, net zoals de markt op zaterdag, een plek waar vraag en aanbod samenkomen. Bijvoorbeeld de vragers naar kaas komen daar samen met de aanbieders van kaas. Nou, wat krijg je dan? Wat is dan de perfecte prijs? Weten we niet. Voor de consument is dat natuurlijk 1 cent voor een kilo kaas. En voor de producent, voor het bedrijf, is dat natuurlijk 20 euro per kilo kaas. Nou, het is natuurlijk zo dat als de prijs 20 euro is, dat de consument zegt, laat maar zitten. Terwijl als de prijs 1 cent is, dat de producent zegt, laat maar zitten. Daarom gaan ze als het ware samen een beetje een prijs bepalen. Waarbij vraag en aanbod elkaar tegenkomen, als het ware. Nou, als je deze twee lijnen nu in één grafiekje zet, dan kom je als het ware uit op een markt. En in die markt zie je dat die lijnen elkaar op een gegeven moment gaan kruisen. Nou, even vanuit de losse hand getekend, zie je dat het snijpunt ligt bij een prijs van 2 euro. Die prijs van 2 euro noemen we dan de evenwichtsprijs. Nou, bij een prijs van 2 euro is het snijpunt naar beneden 20 stuks. Oftewel, dat noemen ze de evenwichtshoeveelheid, EQ. Nou, dat wil dus zeggen dat bij een prijs van 2 euro is dus het evenwicht. En dus als de prijs 2 euro is, dan worden er 20 stuks gevraagd en ook 20 stuks aangeboden. Dan heb je dus een evenwicht, want vraag en aanbod zijn al dan even groot aan elkaar. Nou, als die fabrikant toch gaat zeggen we gaan de prijs omhoog doen, dan heb je natuurlijk geen evenwicht meer. En dan kom je dus eigenlijk te zitten met voorraden die wat over zijn als het ware. Dus kort gezegd, vraag en aanbod. Dan ga je kijken naar de verhouding tussen prijs en hoeveelheid. Je hebt de vragers, dat zijn altijd de consumenten, oftewel de klanten. Dat is altijd een dalende lijn. De coëfficiënt kan natuurlijk wel wijzigen. Waarbij de regel is, des te lager de prijs, des te meer dat er gevraagd wordt. Aan de andere kant hebben we de aanbieders staan. Dat zijn de producenten, oftewel de bedrijven. Dat is altijd een stijgende lijn, omdat des te hoger de prijs, des te meer aanbod dat er ook is. Die twee komen samen in de markt. En bij de markt krijg je een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid. De evenwichtsprijs is op de verticale as te zien en de evenwichtshoeveelheid is op de horizontale as te zien. En dat is de prijs en dat is de hoeveelheid voor wanneer er evenwicht is. En dan heb je dus zeg maar een beetje de perfecte situatie voor alle twee de partijen. Dit was Economie in 5 minuten, de eerste aflevering.
Tot de volgende aflevering.